gaan vandaag een vegan pittige romige pasta maken die je binnen een half uur op tafel hebt. Het is wederom een eenpans pasta, dus lekker weinig afwas. Ik stop deze pasta vol met groenten, dus het is een gezonde maaltijd voor twee personen. We gaan courgette, wortel en spinazie gebruiken. Ik heb hier trouwens maar één inimini worteltje, want ja, ik had niet meer in huis liggen en tja, corona. Je kunt bovendien gewone groentes toevoegen die je nog in de koelkast of vriezer hebt liggen. Want zo'n beetje alle groenten zijn lekker door deze pasta. Zoals met de meeste gerechten doe ik in een pan op hoog vuur wat olie en bak ik de uien, knoflook, chilipoeder en wortels tot een heerlijk aroma. Als je niet van pittig houdt, kun je de chilivlokken weglaten. Zodra alles mooi goudbruin is, voeg ik de passata, water, groentebouillon en kruiden toe. Het vegan gehakt verkruimel ik met mijn handen voordat ik het in de pan doe. Als er grote stukken gehakt in de pan terechtkomen, maak je dan geen zorgen. Die kun je gewoon met een spatel, in mijn geval dus eetstokjes, in kleinere stukjes breken. Dan voeg ik nog de pasta toe, courgette en champignons. Ik laat dit dan sudderen totdat de pasta helemaal gaar is, ongeveer 5 tot 8 minuten. De tijd is afhankelijk van het type pasta dat je gebruikt. Zodra de pasta gaar is, voeg ik tahini toe en dit zorgt ervoor dat de saus dikker wordt. Doe de tahini wel eerst goed door voordat je het aan de pasta toevoegt. Ten slotte zet ik het vuur uit en roer ik flink wat spinazie door de pasta. De warmte van de pasta zal de spinazie tot gaar koken. En zo zet je binnen een handomdraai een heerlijke pittige romige pasta op tafel. Lijkt deze pasta jou ook lekker? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer lekkere recepten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!